Radio Hugo. Frits in de middag. Zo, ja, en bedankt Erwin voor het Boekhoffer nieuws. De Boekhoffer nieuwsredactie zit er altijd bovenop voor al het regionale nieuws. Zondag 24 februari belooft er een goede zondagmiddag te worden. We hebben de heren Boom en Poldervaart weer eens op bezoek. Die zijn hier afgelopen november nog geweest. En we hebben deze heren gelinkt aan een speciale gast. En dat is Johan Heesters, de 104-jarige zanger. Een tijdje in Duitsland gaan wonen, woont daar nog steeds. En nu voor het eerst sinds jaren weer terug in Nederland. Een vrij omstreden verhaal. Waar we niet al te veel op in zullen gaan. Goedemiddag, meneer Heesters. Goedemiddag. En een bijzondere goedemiddag, Boom en Poldervaart. Goedemiddag, Frits. Goedemiddag. Jullie gaan een oud liedje doen. Ook al eens gezongen door Willy Alberti. Samen met meneer Heesters. Is het voor jullie nog bijzonder? Ja, je treedt niet elke dag met iemand op. Met zo'n reputatie in ieder geval. Nou, en meneer Heesters. U zingt nu in Nederlands. U zingt al zo'n een jaar of 80 minstens wel. 80 jaar. U bent nu 104. Nou, gaat het nog goed altijd zingen? Misschien wel die oefening dat het weer... Ja, ik heb nu zo'n 6 miljoen keren afgetreden. Ja. Zingen macht vrij. Ja, dat kunt u wel zeggen. Zingen macht vrij. Nee, heel goed. Heren, ik zou zeggen... We gaan lekker er klaar voor staan gaan we doen, Frits. Zing maar lekker weg, dan gaan wij lekker luisteren naar Je bent als een wilde orchidee door Boom en Poldervaart en Johan Heesters. Dank je, Witte. Komt-ie. Johan! Je bent als een wilde jongens, kap even. Dit gaat echt niet goed. Haal even, maar dit gaat echt niet goed. U hoort dit live radio. Er kan van alles misgaan, zoals u er nu getuige van bent. Wij gaan even kijken of we dit euveltje even snel kunnen oplossen. Ondertussen luisteren we even naar Roel Bitting met Er gaat een trein naar Niemandsland. Radio Boekel, nu ook voor hits. Er gaat een